In juni gaan wij naar het WK voetbal in Brazilië. België is ook van de partij. Maar wat weten we eigenlijk over België? Antwerpen, mannekepis, Vlaamse frieten en natuurlijk Belgisch bier. De Belgen hebben niet voor niets de bijnaam de Rode Duivels. En op dit moment speelt een van de Duivels in Nederland. Nu weet ik waarom hij een van de topscorers is. Wat is voor jou de ideale finale wedstrijd? Nou ja, België in ieder geval. En tegen Nederland zou wel mooi zijn. Ik weet niet of dat mogelijk is met de poules, maar België en Nederland zou wel leuk zijn. En dan heb ik toch een lichte voorkeur voor België. Je gelooft het niet, maar ik woon in Hoegaarde. Ja. En uit Hoegaarde komt het Hoegaardse witte bier. Als ik in mijn tuin zo met mijn vinger een kuiltje maak in het gras, dan spuit het wit bier eruit. We gaan proeven. Dat smaakt naar... de aarde van Hoegaarde. Nu bestaan er twee etiketten voor dat bier. Dit is het etiket dat ze naar Nederland uitvoeren. Er is een ander etiket dat in België blijft. En het grappige aan dat etiket is dat er een verschrikkelijke spelfout in staat. Oké, vertel. Daar staat in dat er een verrassende smaak is met één R. Dat wil zeggen, een smaak waar je van in brand vliegt, verassen. Wat hebben jullie met spelling als Belgen? Belgen drinken bier zoals ze wijn drinken. Ze proeven, ze gooien het niet naar binnen. Op dezelfde manier gaan ze met taal om. Belgen genieten van hun taal, denk ik, meer dan Nederlanders. Typisch Hollands gedrag, wij verborgen niets, alles op. En nu de volgende. Goed Belgisch bier is niet om te hijsen. Is om te nippen. Kwak. Kwak. Les Flamandes dansen sans rien dire, sans rien dire. We moeten zo'n beetje op kouwen, zoals bij wijn. Volgend biertje. Les Flamandes, ça n'est pas croissant. Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 20 ans. Et qu'à 20 ans. Wat is nou het verschil tussen een Belgische en een Nederlandse bierdrinker? Een Belgische bierdrinker kan maat houden. Een goede tip. Als België wereldkampioen wil worden, moet Steve de Ridder in het team. Soko, soko!